Hey mensen! Welkom bij de eerste aflevering van Genante Schoolmomenten. Een serie waarin we echte ongemakkelijke momenten van jullie gaan laten zien aan de rest van Nederland. In deze aflevering een vervelende woordspeling, een ongemakkelijk toiletbezoek en een bijzondere gymles. Meisjes hebben wel eens meisjesproblemen. En ja, dat kan ongemakkelijke situaties opleveren. En dit is het verhaal van Eva, die een niet zo handige opmerking maakte in de derde klas. Ik zweer het, deze keer word ik er niet uitgestuurd. Deze video heeft niks met mij te maken, dus ik blijf gewoon zitten in de klas. Denk je? Ja. Hey. Was jij nou nog naar de juwelier geweest? Ja. Ja, laat ze zien. Heb je ze laten zetten? Ik heb ze laten zetten. Oh, wacht, draai zo. Oh nee, shit, hij is best wel heftig aan het bloeden. Doet het geen zeer ook? Oh ja. Oh, dat is waar. Meneer? Ja? Mag ik misschien even naar de wc, want mijn gaatje bloedt. Sorry, je gaatje bloedt? Dylan! Wat een lawaai maak jij! Eruit! Wat? Hè? Maar ik... Oei. Ja, let dus goed op wat je zegt. Maar goed. Poepen op school. Dat is een rol. Niet iedereen doet het graag, maar ja, het moet toch soms. En dat levert ook ongemakkelijke situaties op. Zoals bij Fleur. Dat is een hele raar. Zoals Fleur. Die moest nodig naar het toilet. Hey, Fleur. Jij hebt echt een mooie kleur. Ricardo, serieus, probeer op deze manier een chick te fixen? Ja. Werkt niet, hè? Nee, maar let op. Fleur. Jij lijkt echt op een bekende acteur. Acteur? Ja, maar dat in de vrouwenvorm, zeg maar. Oké. Jongens, gaan jullie maar vast. Ik moet nog heel even naar het toilet. WC. Yeah, play. Oké, gelukkig. Er is niemand. Ik zou niet in dat hokje. Mijn voorganger die... Poeh. Ach ja, iedereen moet wel eens poepen, hè? En ja, blijkbaar moeten meisjes dat ook. Dit verhaal is misschien wel de grootste nachtmerrie voor ieder meisje op school. En het speelt zich af tijdens gymles. Dit is een bok. En we gaan jullie nu het verhaal laten zien van niemand minder dan Ariel. Goed, we gaan de trampoline potloodsprong doen. We hebben hem vorige week geoefend, maar vandaag gaan we hem doen voor een cijfer. Rick, begin jij maar. Kom op, hè. Oké, dat is dus precies hoe het niet moet. Ariel, jij deed hem vorige week perfect. Laat eens zien hoe het moet. Oké,
Die verdient wel een 10, hoor. Ja, inderdaad. Een 10. Ongemakkelijk, maar wel een 10. Dit was de eerste aflevering van de serie Genante Schoolmomenten. Vond je dit nou leuk? Stem dan aan het einde van de maand op deze serie. En als deze serie wordt gekozen, hebben we natuurlijk nog verhalen nodig. Dus laat die weten in de reactie. Laat ook weten in je reactie of je het leuk vond. Doe een duimpje omhoog en klik natuurlijk gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. En ram op dat belletje. Bedankt voor het kijken naar deze speciale decembermaand. En succes met stemmen straks. Later!